La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general. Hij blijft vrij rustig, maar dit is een boze Frenkie de Jong. En dat zien Spaanse journalisten niet vaak. Que salen muchas cosas que no son verdad. Tijdens een persconferentie wordt de Jong gevraagd naar zijn toekomst bij FC Barcelona. De laatste tijd schrijven veel journalisten dat de voetballer de club zal gaan verlaten. Totale onzin, zegt Frenkie. Ja, eso es, me está irritando un poco. Spaanse media schrijven de afgelopen weken veel over de toekomst van de voetballer. Veel journalisten twijfelen of Frenkie wel bij Barça wil blijven. Ze schrijven dat hij misschien wel naar Manchester United of Paris Saint-Germain wil. FC Barcelona zou de Jong juist willen behouden, maar dan wel voor een lager salaris. Want volgens de journalisten verdient Frenkie nu hartstikke veel, 40 miljoen per jaar. En dat kan de club niet meer betalen. Maar het zijn allemaal nepverhalen, zegt Frenkie. Hij is er klaar mee. Es que la verdad, por ejemplo, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que salario y tal, y también es mucho humo, mucho mentira. Es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que... De coach van Barcelona, Xavi, vindt het goed dat Frenkie zich uitspreekt. Se ha explayado Frenkie, yo lo entiendo perfectamente. Es que lo entiendo, o sea, cualquier futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia, sí, porque se explican mentiras muchas veces. Dit blijven we volgens Frenkie de komende tijd dus nog vaak horen. Es que estoy muy, muy feliz en el Barça, siempre lo he dicho, es que es el club de mis sueños. Entonces, espero que puedo seguir muchos años aquí jugando en el Barça.